Het is belangrijk dat studenten deze lezing bijwonen, zodat ze geïnformeerd raken en geïnspireerd raken op de thema's die wij ook belangrijk vinden voor hun eigen toekomst. Ik verwacht dat deze avond heel veel indruk gaat maken op alle aanwezigen. Blijkbaar is het zo dat mensen die in de ruimte zijn geweest pas ervaren hoe kwetsbaar onze aarde is en hoe belangrijk het is dat we daar op een goede manier mee omgaan. Duidelijk, met roofbouw zijn we bezig op deze planeet, wat die bossen betreft. En in mijn leven zo'n beetje gaat het bos op Borneo gewoon verdwijnen. Maar het meest zet hij zich in voor zijn grote passie, duurzaamheid. Hij zegt, als je van boven kijkt, dan zie je hoe kwetsbaar de aarde is. We kunnen besluiten dat we van de aarde één grote vieze stad gaan maken. Dat kan een keuze zijn. We zijn al bezig. Overbevissing, gletsjers zijn aan het verdwijnen door de opwarming. Ik zie het maar eenmalig met het blote oog. Met satellieten kan je het veel beter zien. Dit is een stuk Amazone. En de volgende foto is hetzelfde stuk 10 jaar later. Ik vond het een hele leuke avond, een inspirerende avond. En ik heb een beetje kriebels gekregen van alle beelden van heel de wereld. Dit is de tweede keer dat ik naar de Fem Knowledge Tour ben geweest. Vorige keer was met meneer De Jager, de minister. Vond ik ook zeer interessant. Dat was ook eigenlijk de reden dat ik nou weer ben gekomen. Ja, ik vond het fantastisch. Heel enthousiast publiek, dat vond ik erg prettig. En het is altijd leuk om te zien hoe mensen reageren. En belangrijk natuurlijk, want dit is wel de toekomst. Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien hoe mooi die planeet is, maar ook hoe kwetsbaar. Ja, ik zou zeker nog gaan komen. Ik vind het ontzettend inspirerend, interessant en een hele openbaring.